Hoi, welkom bij alweer de 6e Mobility Vlog van Bosch. Vorige keer hebben we het gehad over rijhulpsystemen en vandaag gaan we het hebben over iets wat steeds meer voorkomt in de auto's. Connectiviteit. Laten we maar beginnen. Kom je nog, Iris? Ja. Het eerste systeem waar we het vandaag over gaan hebben is het infotainment systeem in de auto's. Dat is het centrale display in de wagen. De dag van vandaag kunnen we applicaties via onze smartphone delen met dit scherm. Het gebeurt via een USB-kabel of via Bluetooth. Voorbeelden hiervan zijn Apple CarPlay, Android Auto of MySpin. Je kan er vlekloos mee bellen en soms stel je tegenwoordig spraakgestuurd sms'en. Dit is natuurlijk geweldig voor de veiligheid op de weg, maar het kan ook je aandacht verminderen op de weg. Dus zorg ervoor dat je er niet te veel mee bezig bent. Stel je voor, je rijdt in je eentje 's avonds over een landweg. Je hebt slecht zicht en plotseling komt er een dier op de baan. Je moet hiervoor uitwijken en een manoeuvre doen. En hierdoor kan je tegen een boom of zelfs in een sloot terechtkomen. Dus als je een ongeluk hebt, je bent zelf buiten bewustzijn en je kunt geen contact opnemen met 112, dan zal de e-call contact opnemen met de hulpdiensten. En zelfs je locatie versturen. De e-call zit momenteel in deze auto hier. Vanaf 1 april 2018 is dit verplicht in elke nieuwe auto. Voor de oudere voertuigen is er ook een oplossing, het Retrofit e-call systeem. Dit lijkt op een autolader die in de 12 volt aansluiting zit en staat via Bluetooth in verbinding met je smartphone. Deze zal je locatie doorsturen naar de hulpdiensten wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden. De Europese Unie verwacht hiermee 2500 mensen te redden op een jaarlijkse basis. Oftewel, een hele verbetering dus. Ja, inderdaad. We hebben nog één technisch snufje wat zelfs mensenlevens kan redden. The wrong way driver's warning. Precies, maar wat doet deze eigenlijk? Je hebt vast wel eens het bericht gehoord op de radio dat er een spookrijder gesignaleerd wordt. Maar stel, de radio staat uit of op een andere zender, of jij bent de eerste die de spookrijder ziet. En is het van levensbelang dat de andere bestuurders gewaarschuwd worden? Ja, want helaas sterven er jaarlijks nog steeds onnodig mensen aan spookrijders. De Wrong Way Driver's Warning zorgt ervoor dat de GPS het in de gaten houdt als jij de foute richting inrijdt. Als de auto in de verkeerde richting rijdt en de bestuurder dus een spookrijder is, dan zal de bestuurder via zijn of haar smartphone of display gewaarschuwd worden. Tegelijkertijd wordt er een waarschuwing uitgestuurd naar alle weggebruikers met een smartphone. Zo weten zij ook dat er een spookrijder aanwezig is en kunnen ze op tijd gepast reageren. Op deze manier worden er hopelijk heel veel meer levens gered. Zo, dat was het weer van vandaag. Hopelijk hebben we iets bijgeleerd over connectiviteit in de auto's. En we hopen natuurlijk ook dat jullie nog verder naar andere filmpjes gaan kijken op ons kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Dag.